Je bent een ZZP'er die werkt vanaf een werkplek met een computer. En dan kun je thuis gaan zitten of een kantoorplek huren. Wat zijn nou de voor's en tegens om dat al dan niet te doen? Ik zet ze in deze video voor jou op een rijtje. Welkom bij 7DTV. Hartstikke leuk dat je kijkt naar 7DTV, het YouTube-kanaal voor ondernemers, waar ik 2 keer per week ondernemers interview. Grote, kleine, bekende, onbekende. Je vindt er inmiddels meer dan 1200 interviews. Dus als ondernemer jouw ding is, abonneer je hieronder heel snel en klik ook eens op het belletje. Dan mis je helemaal niks meer. En naast het feit dat ik ondernemers interview, vind ik het superleuk om jou als ZZP'er verder te helpen. Ik maak daar regelmatig video's voor. En in deze video de vraag, moet ik nou een kantoorplek huren? Ja dan nee. De voor's en tegens op een rijtje. Laten we beginnen met de redenen om het wel te doen. Een kantoor biedt jou een professionele uitstraling als ZZP'er. Dus ben jij een ZZP'er die regelmatig opdrachtgevers of relaties ontvangt en thuis is niet echt een representatieve plek, dan is dat een absolute reden om te kijken naar een goede kantoorruimte die past bij de uitstraling die jij wil hebben. 2, een reden om het te doen is voor mensen die wat moeite hebben met werk-privé-balans. Kijk, als jij alleen maar thuis werkt, dan is die balans best soms ver te zoeken, omdat er geen scheiding is tussen werk en privé. Ga jij naar een kantoor en moet je even op je fietsje of met de tram of met de trein of met de auto naar een kantoorplek toe en je gaat daar werken en daarna, huppakee, ga je weer naar huis, dan kan het jou helpen om die privé-werkbalans wat beter op orde te krijgen. Dus speelt dat voor jou, dan kan dat absoluut een reden zijn om die investering te doen, om een kantoorplek te huren en wat dat betreft die balans wat beter op orde te hebben. Een andere reden om een kantoorplek te huren zijn de faciliteiten. Als je een kantoorruimte huurt, zeker bij zo'n gedeelde kantoorplek, dan heb je vaak super toffe faciliteiten die je erbij krijgt. Goede printers, wie weet wel een receptie waar klanten zich kunnen melden, een lunchfaciliteit, goede koffie met een professioneel apparaat. Allemaal redenen, die hoef je dus thuis allemaal niet aan te schaffen. Dat zijn allemaal goede redenen om eens te kijken naar een leuke werkplek en een goede kantoorruimte waar je je werk kan doen. En de laatste reden om een kantoorplek te huren is, het is niet zozeer privé-werkbalans, als wel dat je thuis te veel afleiding hebt. Je woont niet ruim, je partner moet ook thuis werken, je hebt kinderen die veel thuis zijn, je woont in een rumoerige plek. Allemaal dingen die jou van je werk afleiden. En als het jou kan helpen om dat stuk concentratie te krijgen, om lekker naar een kantoorplek te kunnen waar je rustig en geconcentreerd kan werken, dan is dat absoluut een pre om te zeggen, jongens, ik ga een kantoorplek huren. Maar er is ook een aantal redenen om het niet te doen. En de eerste is denk ik een hele Nederlandse, maar ook een hele legitieme. Dat is kosten besparen. Een kantoorruimte huren kost je per definitie geld. Dat zijn vaste lasten die je elke maand moet betalen. En die heb je thuis nou eenmaal niet. Dus dat is een absolute belangrijke reden. Zeker als je net gestart bent als ZZP'er of het gaat gewoon tijdelijk niet zo goed. Dan is het denk ik een van de redenen om te zeggen, nou weet je wat, laat die kantoorruimte maar lekker zitten. Ik werk gewoon vanuit huis. Het tweede is de absolute flexibiliteit. Voor je gevoel, als je naar een kantoorruimte moet, dan zul je dat 's avonds als je wil werken misschien toch denken van, nou weet je wat, ik blijf lekker op de bank hangen, ik pak het morgen wel op. Terwijl die flexibiliteit heeft ook te maken met werk en privé natuurlijk, hè, wat ik net zei als balans. Maar het kan ook een voordeel zijn dat je thuis alles hebt. Dat jij het prettig vindt om als 's avonds om 8 uur er nog iets gebeurt, dat je huppakee dat laptopje open kan klappen en gewoon nog kan werken. Dus die flexibiliteit, dat je eigenlijk altijd kan aan- en uitschakelen, dat kan voor sommige mensen misschien voor jou wel een reden zijn om juist niet die scheiding te maken tussen kantoor en je eigen plek, maar om lekker vanuit huis te werken. Ja, en ook een argument om geen kantoorruimte te huren is reizen. Niet iedereen vindt het leuk om te reizen en om op je fietsje te stappen terwijl het enorm kaarweer is buiten. Of om weer in de file achteraan te sluiten. Ja, en werk jij vanuit huis, dan heb je daar allemaal niks mee te maken. Je kan lekker werken waar en wanneer je wil, zonder dat je de reistijd kwijt bent en reisirritatie kwijt bent. Andere mensen vinden dat juist weer fijn, hè? Dus elke reden niet, kan ook een reden wel zijn. Stel dat jij denkt, ja, ik vind het juist prettig om als ik vanaf mijn werk klaar ben om in die auto te stappen, een muziekje aan, een podcastje luisteren en lekker naar huis te rijden. Dat vind ik juist heel prettig, die reistijd. Dan kan dat weer een argument zijn om wel een kantoorruimte te huren. Maar in dit geval zou ik zeggen, als jij een hekel hebt aan reizen, dan is dat absoluut een argument om geen kantoorruimte te huren en lekker vanuit huis te werken.
En wat denk ik ook meespeelt is, hoe moet ik dat nou zeggen, het persoonlijke comfort. Het feit dat jij in een lekkere, gezellige ruimte zit, waar je je prettig voelt. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat bij de meeste mensen hun eigen huis is. Ja, dan kan dat ook een plek zijn waarvan je denkt van ja, dat vind ik gewoon prettiger dan een ruimte die er toch wat zakelijker uitziet, waar een TL-buis aan het plafond hangt of misschien wel systeemwandjes nog staan. Dan is gewoon een thuiswerkplek comfortabel. Je voelt je relaxed. Je kan met je pantoffels door het huis heen sjokken. En wat dat betreft is dat een comfortabel plek om je werk te doen. Dus absoluut een reden om te zeggen, hey, weet je wat, laat dat kantoor maar lekker zitten. En de laatste reden om het niet te doen, dat zijn je verplichtingen. Zeker als ZZP'er, zeker als beginnend ZZP'er, pas enorm op met vaste kosten. Of dat nou een private lease constructie is voor een auto, of het is een huurcontract voor een kantoor. Het kan een reden zijn om daar zeker in het begin heel voorzichtig mee te zijn en om te waken voor een te grote vaste lastenpost. En kantoor hoort daar nou eenmaal wel bij. Dus ben je nou net beginnend ZZP'er en je weet nog niet goed hoe je verdienvermogen eruit gaat zien in de toekomst, wacht dan nog even met dat kantoor en werk gewoon lekker vanuit huis. Ik hoop dat ik je een aantal tips voor en tegen heb gegeven die jou misschien helpen in jouw keuze om te besluiten of je al dan niet een kantoorplek gaat huren. Maar bovenal wens ik je super veel succes met je ZZP-schap, want het is het allermooiste wat er is. En zoals ik al zei, is ondernemen jouw ding en vind je dat tof? Abonneer je op CVD-TV en mis helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! I'm not sure if I'm going to be able to do that.